Hiervoor stotterde ik echt heel erg. Laat die ribben lekker naar buiten gaan als je inademt. Naar binnen als je uitblaast. En als je daar een tijdje mee bezig bent geweest en je voelt alleen maar die ribben naar buiten gaan en naar binnen gaan, ga dan gerust ondertussen ook je middenrif inbeelden. Weeg die ribben dan weer naar buiten, naar binnen. Nou, dat gaat hartstikke goed. En ondertussen ga je je middenrif ook erbij inbeelden. Mensen denken vaak, je hebt een erg stotterprobleem als je heel erg blijft blokkeren op letters. Letters gaat herhalen, verlengen. Maar er is zoveel verborgen stotteren. Dat mensen die ontzettend handig worden in het gebruik maken van trucjes. Die zwijgen, omdat ze voelen dat ze gaan stotteren. Ja, dan hoor je ze niet stotteren, je ziet ze niet stotteren. Maar op dat moment stotteren ze wel. Het gaat nu veel beter dan eerst. Hiervoor stotterde ik echt heel erg. Ik heb deze methode 25 jaar geleden gedaan. En ik wil er niet eens over nadenken wat dat had betekend als ik dat niet had gedaan. En dat er nu, vandaag de dag, nog steeds mensen zijn die zeggen, je moet het accepteren. En dus tegen kleinere kinderen zeggen, ja, dit is iets waar je mee moet leren leven. Accepteer jezelf maar. En daar word ik echt heel kwaad om. En als ik dit dan zie, dan denk ik, oh ja, dat is echt ontzettend mooi werk. Ik denk dat Wereldstotterdag ook een viering zou moeten zijn dat je er vanaf kan komen. Straks na de herfstvakantie, als je terugkomt op school, ja, ze zullen je nauwelijks herkennen, denk ik. Ik denk het ook.